Volleybalclub Lycurgus hield zondag zijn teampresentatie in een kleedkamer van het Alpha College Sportcentrum. Het team dat vorig jaar als derde eindigde in de competitie wil ook dit seizoen meedoen om de titel. Na de teampresentatie speelde Lycurgus oefenwedstrijden tegen Prins VCV en BMC SSS. De ploeg van coach Ronald Zootsma lijkt helemaal klaar voor de competitie. Doelstellingen, ja, die zijn altijd een beetje lastig te formuleren aan het begin. Dat is altijd een beetje glad ijs, hè. Maar ik denk dat we ons toch het doel moeten stellen om gewoon kampioen te worden. Ja. Dat denk ik wel. Lycurgus raakte na afgelopen seizoen vier belangrijke spelers kwijt. Richard Fransen, Paul de Vries, Stefan Gamhoff en Ralf Komen zijn vertrokken. Als vervangers werden de Amerikaan Tom Pastolesi, libero Marcel Birza en de 2,11 meter lange Kroaat Simon Velin aangetrokken. Hij heeft 3 jaar ook nog in de Serie A1 gespeeld. Landskampioen van Kroatië geworden een paar maal. Dus hij heeft al behoorlijk wat ervaring. En die ervaring die hopen we hebben te kunnen gaan benutten. Als mede zijn volleyballende kwaliteiten natuurlijk. Daarnaast denk ik dat het een hele sympathieke kerel is die uitstekend past ook in het team. En dat vinden we heel belangrijk, dat we gewoon een goed homogeen team hebben. En dat is volgens mij aardig gelukt. Dus we zijn blij met Simon. Marcel Birza keert na 5 jaar landsteden weer terug bij Lycurgus. Hij gaat op de plek spelen van de vertrokken libero Stefan Gamhoff. Ik ben in december geopereerd. Ik had een aardig zware schouderblessure. Mijn schouder is eigenlijk nog niet gemaakt om helemaal om weer aan te vallen. En ja, voor dit niveau ook net niet goed genoeg, denk ik. Dus in die zin is het voor mij gewoon een uitdaging om weer als libero, zeg maar, in dit team te kunnen spelen. En ja, op hoogste niveau. Dus dat is eigenlijk iets wat een combinatie van factoren wat mij heeft toen besluiten om weer libero te worden. Het jonge talent Robert Andringa brak vorig seizoen door bij Lycurgus. De passerloper werd zelfs opgeroepen voor Oranje en speelde afgelopen zomer zijn eerste interlands met het nationale team. Ik denk dat ik dit jaar wel een meer dragende speler moet worden dan afgelopen jaar het geval was. Ja, zeker. Richard is natuurlijk gestopt en dat moet toch opgevangen worden. En ik denk dat dat dit jaar wel een doelstelling voor mij moet zijn. De Groninger volleybaltrots heeft zich ook versterkt met de Amerikaan Tom Pastolesi. Hij maakt de grote stap van college speler naar professional in Europa. Why did you choose to come to Europe? To play professional volleyball was the main reason. And to have a good experience, because I've never truly been on my own. Because in college I lived close to home. And so it was easy, you know. And now it's kind of a little different, kind of really got to do things on my own, kind of grow up a little bit, which I think is very important for me. What did you know about Lycurgus? To be honest, nothing really. I kind of came not having a clue. I heard there was a college in the city, there's a basketball team. It's pretty big, one of the bigger cities, and that's pretty much all I knew when I came. De Amerikaan is onder de indruk van het niveau in Nederland. I think it's a very high level. It's good, you know. I like the serving here is much tougher than I was used to, so that's a good challenge for me to get better, which I like because the better the serving, the better passer I'll have to be, so I'll have to improve, which will make me better, and I'm really excited for that. Aanvoerder Peter Barla zag na vorig seizoen 4 basisspelers vertrekken. De 33-jarige aanvaller stond zelf ook op het punt om te stoppen met topvolleybal. Ja, in zoverre, ik wilde graag door, maar wel in een goed team. En dat leek er heel lang naar uit dat het gewoon moeilijk zou worden. Dat we om een voldoende aanvulling te krijgen voor de jongens die vertrokken waren. Maar goed, nu het gelukt is, ga ik met alle plezier weer door. Maar ik heb wel getwijfeld, want ik had wel als eis, als voorwaarde, dat er een goed team zou staan. En dus we hebben ook met het team, als spelers, hebben we gewoon goed van ons netwerk gebruik gemaakt. En zo is het uiteindelijk toch nog goed gekomen. Want de Nederlandse spelers, daar was het gewoon lastig mee om die naar Groningen te krijgen. Barla behoort tot de beste aanvallers van de A-League. De routinier heeft zin in het komend seizoen. Ik hoop gewoon ook blessurevrij en fysiek. En ook qua plezier een goed jaar te krijgen. En ik heb er wel heel veel vertrouwen in, hoor. Ik heb niet het gevoel dat ik versleten ben nog. Ik heb er eigenlijk nergens last van, wil ik maar zeggen. En op het moment dat ik fit ben, dan is er nog niks minder volgens mij. Komende donderdag begint de competitie voor Lycurgus met een uitwedstrijd tegen Rivium Rotterdam.